Ja, daar zijn we weer. Ja, daar gaan we, Giel. Ja, yo, ik ben Giel. Thomas. En dit is Opdracht XL. Live tv-programma's in Winkel. Hoppa. Hallo, hallo. Ja, we hebben een beetje geluid, een beetje overlast hier. Kunnen ze even wachten? Het is een live show, toch? Kan gebeuren. Kan gebeuren. Dit soort dingen kan dus gebeuren. Ja, oké. Ja, we kunnen, Giel. Ja, welkom bij deze Opdracht XL. We gaan de komende 4 weken, jawel, 4 weken lang gaan wij 4 liveshows presenteren vanuit een winkel. En deze week beginnen we niet in zomaarwinkels, nee. In autowinkels gaan we auto's beoordelen. Yes, oké. Okay. Thomas, het klinkt heel leuk, een liveshow, maar hoe ziet een liveshow er eigenlijk uit? Want we hebben helemaal geen toestemming. Nee, klopt. We gaan ze natuurlijk een beetje voor de gek houden. We hebben een hele satellietwagen bij ons, een hele crew, licht, geluid, assistentie. Om die mensen te overtuigen dat het echt een liveshow is. Dan regelen we een auto, je rijdt naar buiten en dan begint de echte show. Hoe heet die show, Giel? Volgas met Giel! Dit is dus onze tv-crew. Geluidsvrouw, productie, camera-assistent, kabeljongen en lichte chick. En natuurlijk onze presentator. Jongens, dames, jullie weten ongeveer wat de bedoeling is zometeen. Er komt zometeen een auto de zaak uitgereden. En dan moeten wij binnen een mum van tijd klaarstaan om live te gaan. Hè? Want mensen zitten thuis te wachten. Hè? Mensen zitten thuis zeker te wachten. Hè? En daarom wil ik het eigenlijk even testen. Hoe snel wij ready zijn. Pak de auto. Ja. Hallo, hallo. Iedereen ready? Giel komt aanrijden. Auto, ja, kom maar. En de crew moet klaarstaan. Ja, ja, ja. Top, top, top. Oké, okay, ja. Neerzetten, desk neerzetten, licht neerzetten. Ja. Camera op statief. Geluid. Ja, top. Oké. Okay. Giel, we gaan live in 3, 2... Ja, een hele goede morgen. En welkom bij het programma Vol Gas met Giel. Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Want vandaag heb ik een hele speciale auto. Jawel, deze Range Rover Discovery. Oké, top, 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 top. Was het goed? Ja? Ja, was echt heel netjes. Zat er ook meteen goed in, hè? Ja, man, dit ging echt super. Ik denk dat het 20 seconden nodig hadden en het stond. Dit moet ik om een auto ophalen voor mijn moeder. Ja, dat geloven ze wel. Ja, toch. Oké. Gaan we dan nu naar die autozaak? Ja, we gaan. Ja. Zijn we echt, hebben we niks vergeten? Nou, dat merken we vanzelf. Ja, Stefan zijn we vergeten, maar dat boeit me niet zoveel. Oh ja, dat was ik even vergeten. Oh. Ja, we moeten dit dus ook nog wel eerst verborgen filmen. Voordat we onze livestream kunnen beginnen, want die auto moet ik natuurlijk wel kunnen ophalen. Giel heeft dus een afspraak om een proefrit te maken met een of andere auto voor zijn moeder. Oké, hier is het dus. Oké, okay, achter ons is het dus de autodealer. Wij gaan ze nu klaarmaken en dan geef ik Giel een seintje. Dan kan hij naar binnen en dan kan het hele feest beginnen. Nee. Yo, Giel. Hey, wij zijn klaar, man. Kom maar even iets meer minder uit het zicht, jongens. Nou, even kijken of we hier een auto, een mooie auto hebben. Giel die gaat dus goed dus nu naar naartoe en die gaat dan proefrit maken. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Ik was gebeld, want ik ben op zoek al een tijdje voor mijn moeder voor een auto. Oh, hoi Giel, hoi. Hoi. Ik ben tot het krankzinnigste idee gekomen om mijn moeder even een cadeau te geven. Ja, dat kan. Ja, ja je hebt verschillende uitvoeringen. Ja, oké. Okay. Dat kan ik allemaal uitleggen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb wel alleen rijbewijs nodig, maar ik heb een beetje dan, die heb ik voor je, even kijken. Kijk eens, alsjeblieft. Okay. We krijgen nu net het bericht dat ze aan het wachten zijn op de sleutels. Dus we kunnen bijna beginnen. Oh, kijk, super, dankjewel. Oké, okay, hij staat. Ja, happy. Heel fijn. Oké, okay, Giel is nu naar buiten. Kijk. Nou, super. Oké, okay, ja, tot zo. Joe. Hey. Ik krijg gewoon met die auto nu naar buiten. Hoe kan dat nou? Niemand heeft maar. Ja, ja, ik denk actie, jongens. Ja, 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 go, 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 go. Oké, we zijn er. Giel's auto staat hier. Top, 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 top. Oké, camera hier, desk hier. Licht hier, licht hier. Oké, busje ervoor. Schotel eruit. Lekker, boys. Hoppakee. Kabel loopt, camera loopt. Licht ready, geluid ready. En we gaan live in 5 liter.
Een hele goede middag en welkom bij een nieuw programma met Vol Gas met Giel. Dit keer heb ik een Toyota Corolla. Dus loop even gezellig mee. Nou, de auto die is natuurlijk hybrid, dus hij is ook elektrisch aangedreven. Maar ook als je even niet elektrisch wil, kun je gewoon lekker van de motor genieten. Kan ook de motorkap openmaken? Willen de kijkers graag zien? Ja, de motorkap even openen. Ja, kijk. Nou, de motorkap. Ja, als je zelf even kijkt, dan is het prima te even kijken waar die zit. Ik ben niet zo technisch, jongens. Er zit een klepregisseur. Kun je me even helpen dan? Deze zit hier toch zo'n haakje? Ja, er zit er geen haakje. Even de toeter testen. De toeter willen we natuurlijk ook testen. Die krijgen we natuurlijk ook een vraag. Ja, dat is logisch. Als je die toeter zo indrukt, komt er natuurlijk een beetje niet echt lekker geluid uit. Nou, mensen die moeten heel even wachten verder. Ja, we zitten midden in de live show. Okay, dat kan gebeuren. Afronden, cijfer. We willen afronden. Goed, dan gaan we deze auto een cijfer geven. Want dat doen we elke keer met dit programma. Deze auto, de Toyota Corolla, geven wij een 5,5. Waarom een 5,5? Het is een perfecte gezinsauto en niet volledig geschikt om er lange kilometers mee te maken. Maar mocht je nou een lekkere boodschapautootje willen nemen, dan moet je vooral voor de Toyota Corolla. En in 5, jongens, 4, dit was 3. Vol gas met Giel. We zien je gewoon weer volgende week. Tot ziens! Was het een goede show? Ja, topje. Waarom een 5,5? Hey. Ja, we moeten scherp zijn, man. We moeten scherp zijn. Hoi, ja, we moeten scherp zijn. Hey, 5,5. Je had hem 7 kunnen geven. Ik had hem 7 kunnen geven. Ja, maar de achterbak was een beetje krabbig. Geen besloten, man. En ben jij? Ja, goed. Ja, ja, ja. Wie ben jij dan? Nou, is een van de vrienden van hem. Oh, je bent een van de vrienden van hem. Oké, Giel. De eerste aflevering van Vol Gas met Giel is een feit. Hoe vond je het zelf gaan? Ik vond het niet zo heel goed gaan. Ik vind ook dat het wel iets spannender mag. Ja, daar mag een schepje bovenop. Ja, dus wat gaan we doen? We gaan nu, in plaats van te gaan wachten tot de auto naar buiten komt, gaan we gewoon met z'n allen naar binnen. Oké. Okay. We gaan gewoon met 8 man, crew, presentator, gaan we gewoon naar binnen en gaan we daar binnen die live show doen. En we zetten ook gewoon een willekeurige auto. Is goed. Helemaal top, toch? Dan gaan we nu naar de volgende autozaak en dan is het weer showtime. Dit is hem hier. Het wordt meteen spannend. We rossen meteen weer naar binnen. Jezus, toch? Ik vind het lastig, man. Iedereen is ready, licht is ready, camera's zijn ready, geluid is ready. Jullie zijn ready? We zijn ready, we zijn allemaal ready. Ik loop naar de ingang, dan mag de bus komen en dan mag jij komen en achter de rest komen, oké? Okay? Momentje nog, ik geef jullie een seintje wanneer jullie mogen komen. Go! Oké, ik heb jou achter de balie, je ziet ons aankomen. Ik denk dat is geen goed idee. Helemaal top, boeien. Met die bus, meneer? Ja, iedereen binnen? Goeiedag. Goeiedag, hallo. Deze boys, goed zo. Even die kabel eruit. Ja, helemaal goed. Goeiedag. Ja. Oké, Giel, dit is hem? Ja. Oké, ik ga doorgeven naar regie. Oké, en we gaan weer live. 6, 5, leader. Ja, een hele goede middag en welkom bij een nieuw programma van Vol Gas met Giel. We zijn weer welkom in deze fantastische autozaak. Ze zijn op de hoogte, ze weten dat we komen. En we gaan heel even deze auto checken. Kan ondertussen iemand voor mij de autosleutel even regelen? Oh ja. Dankjewel. Hebben jullie al de sleutel gevonden? Heb je nodig? Hij wil hem even starten en een toeter. Oh ja. Goed, deze auto is natuurlijk splinternieuw. Hè? Hebben jullie de sleutel? Nee, hebben jullie. Jullie hebben niet de sleutel? Oké. Even een motorkapje op. We krijgen de vraag of we de motorkap even willen openen om deze auto te beoordelen. Dat kunnen we zeker doen. Er zitten momenteel 400.000 kijkers. 400.000 kijkers, lekker. Hij wordt nog niet weggestuurd, dus het gaat tot nu toe redelijk goed. Komt de sleutel eraan of niet? Nee, de sleutel ligt in de kluis, kunnen ze er even niet bij blijven. Wat een smoes. Hoe krijg ik deze nou weer open? Ja, dus geef maar lekker laag cijfer dan. Oké, we gaan afronden, Giel. Ja, precies. Ik ga hem afronden. Lieve jongens, dit was weer het programma Vol Gas met Giel. In 5. En we zien jullie gewoon weer volgende week bij een nieuwe autozaak. Tot ziens. Yes, en we zijn eruit. Inspakken en wegwezen, jongens. Nee, we waren even wel 400.000 kijkers live, jongens. Dankjewel. Jammer dat jullie de sleutel niet wilden geven. Hey Toon, dit is natuurlijk een opdracht XL. Ik wil dit natuurlijk wat groter maken. Ja. Hoe gaan we daarvoor zorgen? We gaan nu naar de allerduurste autozaak van heel Nederland. Of één van de allerduurste autozaken van heel Nederland. Oh. Hier verkopen ze Ferrari, Lamborghinis, Bentleys, Rolls Royce. Alles hebben ze hier en ik wil dat je alles laat zien. Ik wil het. Okay. En vooral niet beleefd. Niet beleefd. Maar wel netjes. Ja, hier is het. Oh, het is hier. Oh mijn god, wat is dit weer dom. Dit is echt niet best, hoor. Dit is een heel slecht idee, Giel. Jij neemt dat schepje extra voor een opdracht. Ik zal wel heel letterlijk. Kijk waar ik sta. Ik ben echt nerveus, man.
kan je vertellen? Vanaf nu breekt de hel los. Ben je ready? Nee, ik ben echt niet ready hier. Nou, je moet even je tekst klaar hebben. Kijk eens wat de mooie auto's. Kijk, ze komen al. Kijk, ze zijn al zwaai. Hallo. Maserati, McLaren. Kijk maar. Hey, hij is open. Hey, goeiedag. Pak de trap, kom. Kom. Nou, dit gaat zoveel, als hij kan blijven. Goeiedag, goeiedag. Fantastisch. Oh, kijk, deze Ferrari. Pak deze Ferrari. Dit is een hele mooie auto. Kom, vol gas met Giel. Dit wordt een top aflevering, Giel. Kom, hier, deskje erbij. Ik heb er zin in, jongens. We zijn ready. We zijn ready, ja. Ik heb contact met de regie in een 5, 4, leader. Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van Vol Gas met Giel. Met dit keer wel een hele bijzondere auto. Jongens, de Ferrari 430 Scudera. Nou jongens, echt een fantastische auto. En rood, hè? En rood, hè? En Ferrari hoort rood te zijn, hè? Jongens, kan het geluid alsjeblieft een beetje uit? Ja, ik ga vragen of het geluid... Kan de muziek misschien iets zachter? Jongens, mag ik ook de sleutel? Is hij niet open? Nee, hij is niet open. Oké, okay, nee. Ik ga het vragen. Ik ga het vragen. Hebben jullie toevallig ook de sleutel van die Ferrari? Nee. Niet? Nee. De topsnelheid van deze auto is maar liefst 320 km per uur. Ah, ja. Ja. Dat weet ik niet in mijn hoofd. Nee, de productie heeft contact met jullie gelegd, want we hier vandaag kan opnemen. Ja. Top. We gaan even kijken of we een collega kunnen vinden. Ja, dat zou top zijn. Ja, dankjewel. Ja, we zijn nog steeds live. Ja. Ja, oké, okay, zeker. Oké, okay, Giel, sleutel wordt gehaald. We gaan ondertussen verder met de andere auto. We gaan ondertussen verder met de volgende auto. Oké, okay. Ja, toppie. Ja, goed. Oké, okay, welke auto gaan we nu naartoe? Oké, okay, ja. Oh, mooi hoor, deze auto. Ja. Daar staat het raampje ook van open. Wellicht is die wel open. Ja, we zijn nog steeds bij het programma Vol Gas met Giel. Welkom, leuk dat je meekijkt. Heb je nou net dingen wat gemist? Je kunt sowieso de vorige aflevering terugkijken op ons kanaal. Waar zit dat? Waar zit die eerste stap? Ik weet niet, hoe krijg ik deze open? Hoe krijg ik deze deur open? Dus ik krijg deze deur open. Ik durf amper aan die auto's te zitten, omdat ze zo duur zijn. Oh, ja, kijk. Nou, het is echt een hele lage zit. Kijk, als je nou wel gebruik wil maken van deze auto, dat kan. Want we hebben hier gewoon de autosleutel in. Oh, daar komen nu twee dames hierheen. Leuk, ik ga ze even opwachten. Zo, we hebben gewoon de autosleutel. Kan hem even starten? Ja, zou ik doen. Ik denk niet dat we heel lang nog binnen hebben. Nou ja, dat is dus geen probleem. Dat kan gewoon. Dit geluid wil je horen in een autowinkel waar je geen toestemming hebt. Sorry? Ja, we zijn op dit moment live bij Vol Gas met Giel. Zeker. Huh? Goeie toeter. Deze vrouw was echt heel boos. Zet maar weer uit. Oh, jij hebt nu de smaak te pakken, hè Giel? Ja, een fantastische auto. Ja, maar die mevrouw is echt heel boos. Is de auto heel, is de mevrouw heel boos? Dus ik zou even afronden. Geef even een mooi cijfer. Goed, ik vind deze auto, die geef ik dus echt een 9,5. Want dit is gewoon een fantastische auto, jongens. En dit was een hele bijzondere live show. Hoeveel kijkers hadden we, jongens? Het zit op 900.000 kijkers. We hebben een live show van 900.000 kijkers momenteel. Vanaf nu hier in deze fantastische autowinkel bij de A2. Dankjewel voor het gebruik maken van deze auto's. En we zien je gewoon weer volgende week bij Vol Gas met Giel. Ja, en we zijn eruit. Lekker gewerkt, Pik. Heel goed. Man, wat vet. Kijk eens, alsjeblieft. Hey, dan wordt het minder leuk natuurlijk. Ja, dat vind ik niet zo chique. Ja, maar als je een stuk ervan kent, dan weet je dat dat soort dingen altijd onverwacht kunnen zijn. En we doen helemaal niks verkeerd, want we hebben gewoon, het is gewoon een helder. Als je het hebt gekeken, is het vrij onschuldig. Maar... Je doet het niet verkeerd, maar je had het even kunnen vragen. Giel, we moeten over 10 minuten weer live, hè? We moeten het minder. Hey, dankjewel man. Joe. Ja. Hey. Nou, we gaan er vandoor. Ja. Doof, ze zijn boos man. Ze zijn echt helemaal lijf. We zijn wel gewoon zo weg. Nou, ik had schijnbaar het van tevoren moeten vragen en dan mocht het. Ja, nee, dat gaan we niet doen, toch? De crew, complimentje voor jullie, hebben het goed gedaan. Zeker weten. Dit was Vol Gas met Giel. En natuurlijk een klein beetje Thomas. En we zien je gewoon weer volgende week, maar dan met een nieuwe live show. En waar we zijn, dat zie je volgende week. Doei! Licht, geluid, camera, actie. Yes, vond je dit nou een knijterharde XL-opdracht? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Ik wil minimaal 25.000 duimpjes omhoog. Jullie kunnen het, lieve kijkers. En heb jij nou een opdracht XL? Heb je dat nou in je hoofd? Niets is gek, alles mag. Ga dan even naar onze website www.stuk.tv en voer jouw opdracht XL eventjes in op de website. En je kan ons ook volgen via social media. En we zien je gewoon weer volgende week met een nieuwe live show. Doei!